woord. Als je ze naar de pols. Oh, joh, de pols, ja. Wie ben ik in de loge? Kom, ja. Tanteke. Eén, twee, drie, vier, vijf. Dat is toch schoon, dat is toch goed, jongen. Dat is, een cadeautje van mijn mama. Och, de loge, nee, jongen. Ik bedoel dat pols zeker, hè. Oh, ja. En zeg Vera, ik ga naar de hartspecialist op een Kullingenstierweg. Is dit goed? Ik pak ook mee naar teken Herman en Torp. Ik hoop dat hij wakker is. En Jim zorgt voor de spuit. Is het goed? Jim blijft betaald. Uitkoken en een pannetje. Ja? De spuit, hè, jong! Ja. Kom, Vera, we zijn er weg. Maar ik kan u toch eens zo'n jaar te laten bouwen? Het kan geen koord. Een hart klopt. En zolang het een hart klopt, is het in orde. Maar mijn loge. Oh, zijn er loge. Zijn mama. Mijn vrouw, alles moet die hebben, hè? Die moet alles hebben, hè? Frank, kom, houd die kant eens even vast. Die zorgt voor warm water en ik ga de spuit zoeken. Ja, maar mij lukt niet toch niet alleen als zij staat op de mijn arm, man. Ja. Niet te geloven, hè. Nog altijd datzelfde gekkenhuis, hè, geloof ik. Dus een dictator al. Ik? Dat kan me rood zeker vallen. Moet het hem dan nog eens zeker vallen? Nee, nee, ze is voorgevallen. Bijgekomen, maar dat is toch Suzy? Ja, de boek aangenaam. Nee, je wist dat ze komen of wat? Ja, wat zei ze dan de boek? Mijn drupjes, ik moet mijn drupjes op. Je ligt doorheen, ik moet mijn drupjes hebben. Ik ga ze halen. Zorg je even voor u, ik ga wel naar het bureau. Meneer de boek, wat moet je doen? Je zit wel te bruk. Ik heb tegen de vrouw gezegd dat je nog noemt uit ons komen en dan stuit je heel. Dan moet je verstoppen. Stoppen? Ja, alsjeblieft. Wee, wat scheelt eigenlijk allemaal? Mijn vrouw heeft me gewoon gezegd dat ik naar heen moest komen. Maar voor de rest, dat moet ik maar allemaal rekenen. En trouwens, waar wijn moest hier? Dat weet ik niet. Dat leg ik ook straks wel allemaal uit. Want je moet ik verstoppen in mijn kamer, in de logeerkamer. Je weet wie die is. Ja, en die en een zus, wie was dat dan? Dat weet ik niet. Je wist toch wel wie dat ik was? Die weet niet eens wie er zelf is. En zie je weet maar eens op. Ik ben zeker met een neef, die verzorgt me. Ah, ja. En dan ga je naar de kamer. Het is de logeerkamer, dat ken je. En dan blijf je. En die groepige, Ja, amai, dat met dammetjes, hè. Met dan, oe, druppeltjes. Is die rare vogel weg? Tante, vul je wel wat beter? Ja, een beetje. Tante, niet een heel fles, hè? Het is zo lekker, het weer in dat bierensap is. Dan moet je dat zelf weten, hè, tante. Maar dat denk ik in een zin. Het is toch misschien zo wat Ines mij verteld heeft. En dan had je raam van mijn golfmonster. Zeg, tante, je gelooft toch, die roddelt niet, hè? Wat ik gezien heb, helemaal zegt, hij had ons wel geloven. Ja, maar wat heb je dan gezien? Meneer de Boek, die vrouw die je wel uitpointe, dat was uw vrouw niet, dat was meneer Vera. Alsjeblieft, dat moet je toch niet geloven, hè, madame? Dat moet je verkeerd gezien hebben. Dat is niet nog nooit aan mijn hart hebben, hè. Maar ik ben niet gek, hè. En dan had je belegen of mijn hart wil opkloppen. Oh nee, alsjeblieft niet. Laat haar hart kloppen, madame. Laat haar hart kloppen. Het is goed. Ik begin het was Vera. En je is een vrouw, zij hoeft dan niks. Wat dan? Oh, jawel, ik ben gekwetst. Hey Frank, maar weet, had je zoiets kunnen doen? Ja, maar het was een bevlieging. Maar het zal niet meer gebeuren. Dat verzeker ik ook. Zeg, dat is beloofd, hè? Ja. Ah, wel, wie klappen door niet meer over. In de liefde, tante, dan moet je kunnen vergeven. Ja, dat kan ook wel goed doen, hè. Maar dat is met je ook niet zuiver begroot zijn. Waar zou ik je een poen de bouwen en die zijn ook niet een. Maar nou zijn wel mis, hè? Je zit zelf mis bij Rutte Gezichtenfestival. Bedankt! Ja, tante, ik beken ook. Voilà, ze het bekend. Ze het bekend. En dat zal het erover. Dus als ik het goed begreep, heb je er altijd weer spijt van. Ja. Oh ja. Je hebt aan elkaar dan een poen. Moet je bij zit? Ah, natuurlijk. Ja, maar madame, begrijp me toch niet verkeerd. Maar ik heb een goede opvoeding genoten, moet je weten. Een vrouw omhelzen op plein publiek, dat is voor mij het toppunt van vulgariteit, moet je weten. Je mocht een gerust nooit vroeger begroeten zijn, zelfs beweren. Ja, en ik vind dat ook heel chockerend, madame. Dus, Tine zijn misschien toch gelijk. Je bent gekoppeld. Wat gaat je doen? Kom, Frank! Kom, mee. Oh my!
van plan. Nog eens, ja, jongens. Zo wil ik het zien. Mijn makkelijke zien weer precies alsof het zijn jongste keer is. Ja, het wordt langer.